Hijvis, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En natuurlijk de allerbeste wensen voor 2023. En leuk dat je ook weer kijkt naar de korte weekhoroscopen. Deze week is het voor week nummer 1. Dat is van maandag 2 januari tot en met zondag 8 januari. Dus ik kan de kaarten schudden om te kijken wat week 1 van 2023 voor de vissen mag gaan brengen. Dan lijkt het vissen alsof het nog even een week is waarin de rust van je gevraagd wordt. Misschien ben je niet helemaal lekker, misschien is het niet de tijd om bepaalde keuzes te maken. Of misschien wilde je graag iets doen wat misschien nog wel uitgesteld wordt tot een week erna. Probeer die tijd ook echt in te vullen om er van te genieten, want deze week lijkt het niet meteen de week te zijn om iets nieuws te beginnen. Wel heb ik het idee dat je een bepaalde streep ergens onder gaat zetten, omdat het misschien wel niet snel genoeg gaat, of omdat je misschien denkt van nou, dit is toch een beetje iets wat ik toch wel anders kan gaan doen. Maar het is wel een keuze die je dan zelf gaat maken en ook waarin je achter staat, waarin je achter staat. En misschien is het juist wel die rust die je deze week hebt, die je daartoe doet besluiten. Ik heb niet het idee dat het een overhaast of een impulsieve besluitvorming is. Nee, het is echt iets waar je misschien al langere tijd over nadenkt, waarbij je deze week echt evenwichtig komt van ik ga het op die of die manier doen en daar lijkt je mee dan ook in actie te gaan komen. Het was weer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.